Vliegtuigen die op Schiphol landen en stijgen hebben moeite de wind te trotseren. Reizigers op de luchthaven zijn er vrij kalm onder. Oh, die was best goed, alleen de laatste half uur was een beetje bumpy en mensen waren aan het overgeven en zo. Maar de piloot deed alles oké. Where did you come from? I came from Houston. Well, Mexico originally. And how was the flight? It was a fantastic landing. It was a good pilot because it was... I didn't think we could get down, but we did. We came in from Minneapolis. Landing in the inn was uneventful. It was. Yeah, and how windy was it? A little bit windy, though. We had 42-knot winds gusting to 62 knots. So it was a bit windy, a bit choppy. And fortunately, all the flight attendants were in their seats, strapped in. And we all made it. And passengers were happy to get on the ground. Ik heb erger meegemaakt, moet ik zeggen. Dus, maar het is niet heel fijn, maar het ging goed. Was het nog even spannend of de vlucht geannuleerd zou worden? Ja, we hadden wel alles heel goed in de gaten houden via een fantastische app van Schiphol. Dus daar kun je het heel goed op volgen. En toen bleek inderdaad wel dat er iedere keer een beetje delay was. Oh, ze komen eraan. Nu ga ik je echt... Ze komen eraan.